komen nog een paar ritten voor de ontsnapping aan. Ja, dinsdag al. Ja, woensdag weet ik niet. Maar en dan die laatste rit ook nog met de Obisk. Dus ik wil me nog wel een paar keer van voren laten zien. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos. Dag dames en heren, vanaf deze prachtige brug. Je hebt hem opgezocht net, hè? Nou, het naam is lastig. Het is de Pont Vieux, de oude brug. Dus, de Pont Vieux. Die kon ik nog onthouden. Wij staan in Carcassonne bij de finish van de 15e etappe van de Tour de France. En dan zeggen wij Bauke Mollema als derde over de finish. Indruk van deze Groninger. Ja, heel knap vind ik. Als je ziet dat de afgelopen week was eigenlijk elke keer de vraag van hoe gaat het nou met je rug? En moest hij elke keer weer beantwoorden. En dat was eigenlijk tot en met vrijdag eigenlijk was het nou niet zo goed. Eigenlijk was het antwoord steeds. Nee. En toen op zaterdag wilde hij opeens meespringen, was hij nog niet helemaal wakker bij de start van de etappe. En zaterdag na de etappe zei hij, nou ik ga het zondag weer proberen en hup. Ja. Zondag zit hij meteen in de vlucht. Ja, net zoals vorig jaar toen hij op de derde zondag is het eigenlijk. Maar de zondag aan het eind van de tweede week de rit won. Ja, zijn eerste toerzege ooit. Blijkbaar is dat zijn dag. Maar ja, nu had hij Magnus Cort Nielsen die wel eens massasprints wint. Dus ja, dan ging hij niet, die sprint ging hij even niet winnen. Zullen we het hebben over de rustdag? Ja. Over de maandag. Wat doen de teams in hemelsnaam allemaal? Laten we beginnen met Sunweb. Die geven traditioneel altijd laat hun persconferentie. Ja. Of in ieder geval, dat is met name een persmoment met Tom Dumoulin. Daarvoor zullen ze fietsen. Alleen Tom Dumoulin die hield zijn gehoor vorige week al voor. Toen we vroegen, wat doe je nou? Toen zei hij, nou, ik heb een uurtje gefietst. Bergop, want we zaten toen in de Alpen. Nee, alleen maar vlakke wegen, want het is wel een rustdag. Ja. Want nou ja, hij zal dat nu niet anders doen. Het zal nu ook weer een uurtje fietsen zijn. Hij zal hier niet een heuvel opzoeken en daarna gaat hij gewoon op zijn bed liggen. En alleen verstoord door ons, vrees ik. Namelijk de persconferentie. Precies, dan gaan we wat lastige vragen stellen. Ik hoorde gele truidrager van Sky Thomas zeggen dat hij alleen maar in zijn bed wil gaan liggen. De een pakt de rustdag wat ander aan dan de ander. Gok ik zo? Ja, slapen en eten, dat was het plan. Ja. Maar en een stukje fietsen en bijkomen. Want het wordt voor hem natuurlijk. Ja, voor hem wordt het natuurlijk helemaal. Voor hem is het een ontdekkingsreis, zei een van zijn ploegleiders. Want hij weet niet. Hij wilde het eigenlijk al eerder doen, vorig jaar in Giro, maar toen viel hij al voor de derde week. Voor hem wordt het echt. Hij weet ook niet hoe die zal zijn in de derde week. Dus mag ik jou nog één ding vragen? Ik word wel een beetje gek van dat standaard plaatje wat elke keer wordt afgespeeld van I take it day by day. Ik kijk dag van dag. Het is dag op dag kijk, ik begrijp het wel. Maar op een gegeven moment komt Parijs steeds dichter in de buurt natuurlijk. Of moeten we gewoon met z'n allen denken, nou dat gaat toch wel gebeuren? Het is heel saai voor ons, maar als jij als sporter over 2 dagen nadenkt, dan ga je de dag daarvoor gaat het mis, namelijk waar je mee bezig bent. Ja. Ik geef toe dat het heel saai is om naar te luisteren, maar het is wel echt hoe je als topsporter moet leven. Want anders gaat het onherroepelijk mis. Zullen we afsluiten op deze maandag, de rustdag, met het gegeven dat we 2 weken onderweg zijn en dat er nog 1 week te gaan is? En wat jij verwacht? En dat het een hele, dat het tot nu toe al heel succesvol is voor Nederland. Hè? Laten we dat niet vergeten. En dat het nog succesvoller kan worden. Ik bedoel, we hebben nog Steven Kruiswijk, we hebben Bauke Mollema, we hebben Robert Gezing die voor ritzegers kunnen gaan. Jammer genoeg geen Dylan Groenewegen meer in Parijs. Nee. En we hebben natuurlijk nog Dumoulin die voor zeker het podium gaat en misschien wel beter. En ja, onze enige Nederlandse ploeg moeten we toch wel even noemen. Lotto Jumbo heeft op dit moment 2 man in de top 7 staan, geloof ik. Met Roglic en Kruiswijk. Ja. Als je dat allemaal zo bij elkaar veegt, dan is het toch wel heel mooi en dan kan het nog mooier worden. Het Nederlandse wielrennen wordt getrakteerd. Ga jij ook een beetje rustig aan doen? Even onderuit? Misschien alleen. Heb je verdiend, zou ik zo zeggen. Ja. Na 2 weken. Wij zien u op de dinsdag weer terug. Dag.